Hi en welkom weer bij een nieuwe vlog. Het wordt een hele leuke week, dus ik dacht ik ga jullie eventjes meenemen deze week. Vandaag ga ik foto's maken, eigenlijk een soort van nieuwe branding shoot met een aankondiging voor op mijn socials, want ik ga mijn podcast binnenkort launchen. Dus ik ga even leuke foto's en video's voor opnemen. En verder ga ik deze week nog echt hele leuke dingen doen, dus blijf vooral even kijken. Normaal gebruik ik ieder studiejaar één paar wettenbundels, maar dit jaar was ik echt alweer aan vernieuwing toe. Dus ik heb nieuwe opgestuurd gekregen van Kluwer, dus dat is echt heel fijn en die neem ik ook even mee naar de shoot. Nou, we zitten in de auto, helemaal bepakt en beladen. Maar ben ik de enige die altijd in de auto haar teenagels lakt? Want iedereen kijkt me echt super raar aan dat ik nu in de winter, wanneer het min 1 is, op blote, of blootvoeten, op slippers loop. Maar ik vind het gewoon veel handiger als ik het in de auto doe. Dus mensen denken echt, wat heeft die aan? Maar het is echt effectief. We zijn nu in de fotostudio en zoals je hier kan zien, het is echt heel erg mooi. Kom eens naar voren. Je doet je armen zo, weet je wel, een beetje professionele look. Oké, nou, ik heb net de fotoshoot gehad. Echt superleuke foto zit ertussen. Ik ga nu eventjes de foto's uitzoeken en dan worden ze snel gepost. Helemaal zin in. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren eigenlijk helemaal niet meer zoveel gefilmd, dus ja, ik ben eigenlijk gewoon naar huis gegaan en verder niet zo heel veel gedaan. Ik heb wel alle foto's al binnen van de fotoshoot, dus die zal ik zo meteen even een shotje ervan bijvoegen hier in de vlog. En ik ben echt super blij met de resultaten. Ook heb ik gisteravond een post online gemaakt met de podcast aankondiging. Want ik ga mijn eigen podcast beginnen en ik heb er super veel zin in. En ik ben er natuurlijk echt al heel lang mee bezig met het maken en ik wilde eigenlijk eerst twee onderwerpen in één podcast doen, maar ik ga het nu toch apart doen. Eerst heeft het ene project en dan het andere project. En ik heb er vet wel zin in dat dit gaat launchen. Ik heb wel eigenlijk een beetje haast vandaag, want ik ga zo meteen naar de Hoge Raad. Daar ga ik video's opnemen over ja, hoe precies een arrest in elkaar zit en ja, wat de Hoge Raad eigenlijk allemaal precies doet. En nou, dat stond ook al eventjes op de planning, maar ik merk gewoon met mijn studie, werken, heel veel andere dingen zoals samenwerkingen en ook nog posts op TikTok en Instagram, dat gewoon plannen gewoon wat moeilijker wordt. Dus ik ga zo meteen, nu ga ik mezelf omkleden. Ik ga eerst eens koffie maken. En dan ga ik me omkleden en dan ga ik door naar Den Haag. Want daar ga ik die video's opnemen. Dus tijd voor een koffietje. Ik vind zelf deze karamelsiroop echt super lekker bij een cappuccino. Dus dat is eigenlijk altijd koffie die ik drink. Oké, nou zoals beloofd nog wat foto's van de fotoshoot. Ik ben er echt zo blij mee. Ze zijn zo leuk geworden. Oké, nou omgekleed en al. Ik heb vandaag een paar pakken aan. Deze van de Zara trouwens. En ik ben ready om naar de Hoge Raad te gaan. Dus let's go. Oké, nou we zijn er. We zijn bij de Hoge Raad. En dit is het gebouw. Het is echt een super groot gebouw. En ik ga me nu even melden. En dan gaan we binnen wat content opnemen. We zijn nu bij de Hoge Raad. En dit is een zittingzaal. En zoals je kunt zien heeft deze zaal heel veel plek voor rechters. Niet iedere stoel wordt gebruikt. Maar wel is het vaak voor installaties van rechters is het dus wel nodig. Want daar zitten dan alle rechters en raadsheren. Er is ook heel veel ruimte voor publiek. De meeste procedures worden schriftelijk gedaan. Dus er is heel veel ruimte voor publiek. Maar er wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Nou, en ik ga weer lekker naar huis. Ik heb net hier binnen heel wat video's op kunnen nemen bij de Hoge Raad. Ik heb een raadsheer mogen spreken en een medewerker van het wetenschappelijk onderzoeksbureau. En nou, het zijn hele leuke video's geworden en ik kan echt niet wachten om ze te bewerken. En nou, ik ben heel benieuwd op wat jullie ervan vinden wanneer ik ze heb gepost. Ik ga af en toe wel eens live op TikTok en dat heb ik dus nu net ook gedaan. En ik heb een beetje een eigen concept, namelijk dat ik een juridisch spreekuurtje doe. Met wat quizjes en met wat vragen voor zowel rechtsstudenten als mensen die er gewoon weinig van af weten. En ik krijg er echt super leuke reacties op. Dus dat doe ik eigenlijk een beetje altijd met een vraag maken. Oh, even kijken, hij is een beetje overbelicht. Vraag maken in Canva. Dus ja, dit is natuurlijk noodweer access. In dit geval was het noodweer, je wordt aangevallen. En je verweert jezelf, wat doe je? Nou, noodweer. En dan eigenlijk een beetje verschillende vragen. En vooral in het kader van strafrecht natuurlijk. Want dat vind ik het leukst. Ik ga nu even snel eten opwarmen voor een vriend. Die is net thuis van sporten. En dan ga ik lekker douchen en slapen. Want ik ben echt helemaal kapot. Want het was echt een lange dag. Maar ja, het was wel een hele leuke dag. En van de week ga ik natuurlijk nog een paar andere leuke dingen doen. Dus die ga ik ook nog eens filmen. Dus slaap lekker. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag. En ik ben lekker thuis aan het werk. Heel erg fijn. Ik werk dus al geschreven bij de rechtbank. En daarbij help ik dus en ondersteun ik de rechter het maken van uitspraken. En ik werk één dag meestal lekker thuis. Dat is wel echt heel erg fijn. Dus ik ben lekker aan het werk.
Toevallig heb ik vandaag te horen gekregen dat mijn contract wordt verlengd. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik moet nog eens kijken wat ik natuurlijk ga doen. En ja, ook wat ik natuurlijk qua toekomstperspectief wil. Want ik wil natuurlijk advocaat worden. En dan wel op het gebied van strafrecht. Ik doe nu bestuursrecht. Dus ik moet eens kijken hoe en wat. En wat ook precies handig is om te doen. En misschien toch nog eens verder kijken qua baan. Maar dit is wel echt super fijn. En ik vind het ook gewoon leuk werk. Fijne collega's. Dus ja, ik vermaak me wel hier in ieder geval. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ga nu snel spullen pakken, want ik ga naar Hoofddorp. Want ik ga vandaag hele leuke video's maken met iemand en misschien kennen jullie hem wel van TikTok. Het is een politieagent en hij heet Johan. En ik ga zo meteen een paar uur met hem meelopen als agent. Echt super leuk, echt vet veel zin. Ik ben ook heel benieuwd wat ik kan verwachten tijdens zijn werk. Dus we gaan het zien. Het enige nadeel alleen is dat er best wel een pak sneeuw ligt hier in Tilburg. Dus ik ga snel verkrabben en hopen dat het allemaal meevalt op de weg. Vaak zijn het alleen de kleine wegen die echt een beetje moeilijk te bereiden zijn, maar het komt denk ik wel goed. Nou, het is 9:30. Ik heb om 12:00 een afspraak, dus ik dacht ik ga gewoon vandaag even met het weer even vroeg weg. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb een beetje lopen krabben, maar er ligt best wel wat sneeuw. Dus ik ben echt mijn voorraad aan het laten ontdooien en dan gaan we lekker rijden. Nou, we zijn aangekomen op de locatie. We zijn nu bij het politiebureau in Hoofddorp. En ik heb mijn cameravrouw mee, mijn zusje. En nou, we gaan naar binnen. Oh, mijn hart zat erin. Ja, luister. Oké, let's go! Oké, we zijn nu onderweg naar een melding, want er is net een melding binnengekomen. Kun je iets meer vertellen over die melding? Ja, er waren snoeiwerkzaamheden bij een parkje en daar zou een explosief zijn aangetroffen. Dus we gaan even kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. En ja, omdat wij eigenlijk dus extra meerijden, hoeven wij dus geen blauw licht, noemen jullie dat, hè? Sirene aan. En het mag dus officieel ook alleen wanneer toestemming wordt verleend. En wel heeft hij vrijstelling om door rood te rijden wanneer het nodig is. Maar het moet dus wel allemaal verantwoord kunnen worden. Oké, de beste. Nou, we zijn dus net op de melding afgegaan van de gevonden explosief. En die wordt dus mogelijk vandaag ter ontploffing gebracht. En nu gaan we door naar een verkeerscontrole die wordt opgezet. En dan gaan we ook eventjes een kijkje nemen. Nou, we staan hier op de verkeerscontrole en het is vandaag een integrale controle, hebben jullie opgezet en begrepen. Ja. Dus er staan meerdere instanties staan te controleren bij de personen. En nou, ik zie echt best wel veel mensen zie ik hier achter ons staan. Wie zijn het allemaal? Ja, het is mooi om te zien dat er heel veel jonge collega's zijn. Die zijn met de opleiding van politie bezig. En daar zijn ook een aantal politievrijwilligers die gewoon een baan hebben en als vrijwilliger bij de politie werken. En zo hebben we toch nog een hele club mensen. Oké, nou, ik ben gelijk doorgegaan nadat ik video's heb opgenomen met Johan, de politieagent. Ben ik lekker gaan eten in Amsterdam en nou, het was ook echt wel even lekker en gezellig. Mijn moeder, mijn oom, mijn tante, mijn zusje was mee. En nou, die video's opnemen bij Johan was echt super leuk. We hebben echt veel filmpjes kunnen maken. Nou, ook best wel veel toch nog kunnen leren van een politieagent. Hoewel ik natuurlijk het een en ander juridisch weet qua bevoegdheden en dingen. Maar Johan is dus ook hulpofficier van justitie. En nou ja, dan heb je natuurlijk toch nog meer bevoegdheden. Een ja, gewone officier is natuurlijk toch iets anders. Maar ik wist daar dus nog niet zo heel veel van af. Dus nee, het was echt super leuk. Ook echt wel heel blij dat het ook gewoon, ja, ook gewoon tussen ons gewoon in dat opzicht lekker klikte. Dus ja, alle video's komen in deze dagen. Komen ze allemaal op mijn TikTok en op mijn Instagram. Dus ik ga nu lekker naar huis rijden. Ik ben nu in Amsterdam, moet nog naar Tilburg. En dan is dat hem voor vandaag. En ik ben echt kapot. Maar ik vind zulke dagen altijd wel echt de leukste dagen. Dus lekker naar huis. Nou, en dat was dus eigenlijk een weekvlog. Ik heb echt een leuke week gehad. Veel content op mogen nemen die binnenkort allemaal op mijn socials zullen verschijnen. Leuke foto's ook weer mogen maken, dus die zal ik ook weer posten. Dus eigenlijk stond deze week een beetje in teken van mijn social media. Superleuk, ook superleuk, zoveel dingen kan doen. En natuurlijk gaat 1 februari mijn podcast online. En nou, ik heb er super veel zin in. Ik ga met rechters in gesprek over verschillende onderwerpen. De eerste aflevering gaat over de georganiseerde misdaad. Ook gaan we het hebben echt over het rechterschap. En ook over, in de tweede aflevering, over de geestelijke gezondheidszorg. En nou, ik vind het gewoon super leuk om te zien, want ieder rechter is natuurlijk anders. En achter een rechterlijke beslissing zit natuurlijk een mens. Dus vergeet vooral niet om te luisteren. Doei!